Het is weer tijd voor de mini-moestuintjes. Vorige keer heb ik jullie natuurlijk laten zien dat je, ja, hoe je ze zaait. Hoe je het proces van kiemen kan versnellen door middel van een boterhamzakje door een potje te doen. Wat heel erg leuk is, want je ziet nu gelijk al dat het is uitgelopen. Dus dat is super. Verder is het natuurlijk er een moment dat ze groot genoeg zijn en doorgeworteld genoeg zijn. Hieronder kun je de witte worteltjes zien. Dat je ze moet gaan overpotten. En waarom doe je dat nou? Zo'n plant heeft ruimte nodig om te kunnen groeien. Dus de wortels hebben ruimte nodig en ze hebben meer voeding nodig. Want hier zit niet echt grond met voeding in. Hier zit namelijk kokospotgrond in. Dat is goed luchtig voor het wortelen, voor het begin. Maar dan moet je ze echt overpotten, anders gaat het niet goed. Nou, plantjes die zo'n 3, 4 centimeter hoog zijn, die kun je een nieuw potje geven. Die kun je gewoon van P9 nemen. En je ziet ook, je hebt verschillende plantjes. En gelijk maar even verwachting temperen. Want deze plantjes zullen het misschien wel gaan doen. Maar lang niet zo goed genoeg als dat je ze echt in de volle grond zet. En dat je ze de ruimte geeft. Dat je ze uit kan gaan dunnen. Nou, je hebt hier bijvoorbeeld een aantal radijsjes in een potje zitten. Dus even zoeken waar staan ze. Oh, hier staan ze. Nou, radijsjes worden natuurlijk zo groot. Dus het wordt meer een soort gezellig groepje van radijsjes bij elkaar. Maakt niet uit. Toch gewoon doen. En de laatste tip die ik eigenlijk kan geven is. Als je ze verpot hebt. In zo'n potje bijvoorbeeld. Zet ze echt op een hele goede zonnige plek. Als ze te weinig zon krijgen, krijg je dit. Wordt dus heel erg dun. En dan is het eigenlijk, wordt het niks meer. Ik zou zeggen, zet hem op en volgende keer meer tips. Hoi!